Beste vrienden, uw brievenbussen worden in deze verkiezingstijd geteisterd met verkiezingspropaganda. Allemaal onderling inwisselbare folders en brochures van de traditionele partijen, de N-VA op kop. En de ene tronie, daarbij nog onbetrouwbaarder dan de andere, de ene belofte nog lozer dan de andere. De lectuur van die foldertjes is absoluut nutteloos, maar toch, gooi al die papieren verkiezingspropaganda nog niet weg, want tijdens de stroomuitvallen van november kan u er nog de kachel mee aansteken. Wat u best nu al kan opstoken, gewoon om er niet op te moeten kijken, dat zijn de folders en de kaartjes waarin die N-VA'ers zichzelf als Vlaams aanprijzen. Ik kan u daarover als voorbeeld het volgende feit meegeven. Elk jaar opnieuw maakt de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad een taalrapport op over de taalwantoestanden in de Brusselse plaatselijke diensten. En dat rapport is telkens een waar horrorboek. Die cijfers verslechteren jaar na jaar. En elk jaar opnieuw interpelleer ik de minister bevoegd voor taalwetgeving, Jan Jambon, over die steeds slechter wordende toestand. Ik ga u de vele deprimerende cijfers uit dat recentste rapport besparen, maar één cijfer wil ik u toch meegeven. Feit is dat er vele historische records gebroken worden en dat ene cijfer, om dat aan te tonen, is het aandeel benoemingen, aanstellingen en bevorderingen in de Brusselse OC&W's, waarbij de taalwetgeving totaal met de voeten getreden wordt. Dat aandeel bedroeg vorig jaar 94%. Aan dit tempo zitten we volgend jaar werkelijk helemaal aan de bodem. En men vraagt zich dus af wat er eigenlijk nog meer moet gebeuren voordat de verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken als bevoegde overheid voor taalwetgeving in Brussel zal ingrijpen om aan deze jarendurende schande een einde te maken. Wat houdt hem in godsnaam tegen om gewoon een bestaande wet, een wet van openbare orde, te laten toepassen? Wat houdt hem tegen om deze voogdijbevoegdheid aan de in civieke Brusselse regering te onttrekken en ze aan een instantie toe te vertrouwen die wel het werk doet dat ze in een democratische rechtsstaat moet doen? Waarom toch zo passief als een konijn voor een lichtbak? Elk jaar opnieuw was het antwoord van Jan Jambon: ik kan daar niks aan doen. Dat is de bevoegdheid van de Brusselse regering. Nonsens, uiteraard. Ik heb dat altijd bestreden. En in de loop van het voorbije jaar werd in adviezen van de vaste commissie voor taaltoezicht en ook van de Raad van State bevestigd dat die bevoegde federale minister wel degelijk kan ingrijpen. Dus toen ik Jan Jambon enkele weken geleden over die recentste cijfers ondervroeg, kon hij ook niet meer die leugen volhouden. En zijn antwoord was nu: ik ga er nog altijd niks aan doen, want het staat niet in het regeerakkoord. Het regeerakkoord. Het is eens iets anders dan een draagvlak om je achter weg te steken. Staat er in dat regeerakkoord dan dat de taalwetgeving in gerechtszaken compleet moest uitgehold worden? Het is blijkbaar nog niet erg genoeg dat een zogenaamde Vlaams-nationalistische partij taalwantoestanden laat verergeren of zelfs rotten. Deze regering bewerkstelligt in haar wetgeving zelf de achteruitgang op taalgebied. Daar zaten we echt op te wachten. En staat er misschien in dat regeerakkoord dat deze regering anonieme praktijktesten op de werkvloer moest gaan inrichten in de strijd tegen discriminatie? Denkt men echt dat zulke gestapo-praktijken hetgene is waar honderdduizenden werklozen, de werkloze arbeiders die een bedrijf naar het buitenland zien verkassen omwille van de hoge loonlasten, daar zaten op te wachten? Of staat er in het regeerakkoord dat deze regering op 4 jaar tijd de elektriciteitsfactuur moet verhogen met €300? U moet trouwens niet panikeren over die waanzinnig hoge elektriciteitsfactuur, beste vrienden. Vanaf november hebben we zo geregeld stroompannen dat dat ongeveer overeen zal uitkomen.
38. Ja. 38% belastingen op een basisbehoefte als elektriciteit. Is dat hetgeen waarop honderdduizenden uitgeperste belastingbetalers, de vele slachtoffers van criminaliteit en alle mensen op ellenlange wachtlijsten zitten te wachten? Staat er in het regeerakkoord dan dat de accijnzen op diesel moesten verhoogd worden met 35,6% de voorbije 3 jaar? Of staat erin dat men per jaar 140.000 immigranten moest binnenlaten? Of dat we tot €2.250 per asielzoeker per maand moeten uitgeven? Staat er in het regeerakkoord misschien dat er criminele illegalen moeten vrijgelaten worden om andere illegalen op te sluiten? Laat u ook daarover niks wijsmaken. Die criminele illegalen, daar was geen enkele sans-papier bij. Ah nee, ze hadden allemaal een strafblad. Als Franke beweert dat hij vooruitgang heeft geboekt, dan heeft hij het over een gevoel van vooruitgang. Dat in de perceptie en op Twitter werd gecreëerd. Een beetje hetzelfde gevoel dat je hebt als je in een stilstaande trein zit en er rijdt naast u een andere trein. De cijfers bewijzen achteruitgang. Een begrotingsevenwicht, excellentie Jan Bon, dat staat wel in het regeerakkoord. De beloofde kracht van verandering was dat de budgettaire cijfers op orde zouden komen. Het begrotingsevenwicht zou er moeten komen in 2018. Het werd later uitgesteld naar 2019 om het vervolgens over de verkiezingen te tillen tot 2020. En door dat steeds verder uitstellen van begrotingsevenwichten, door die torenhoge staatsschuld, doet deze regering exact wat ze de vorige verweet. Het doorschuiven van de schulden naar de volgende generaties. De grote verwezenlijking is blijkbaar om het in een regering zonder PS even slecht te doen als een regering met PS. Een begrotingstekort van €8,2 miljard. Is dat hetgeen waar de honderdduizenden mensen die zich zorgen maken om hun pensioen, om de zorg van hun ouders of om de aanschaf van een woning op zaten te wachten? België is een tweestromenland. De enige stromen waar we in dit land zeker van zijn, is de geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië en de immigratiestroom. En we maken ons geen illusies. We maken ons geen illusies, want voor deze beide stromen heeft deze regering helaas geen afschakelplan. Vrienden, mentaal zijn wij al afgeschakeld. Het Belgische huis is uitgeleefd. Hoezeer de regering Michel de Wever een en ander nog probeert op te lappen om de indruk te wekken dat we in België wel goed bezig zijn. Bij de N-VA duiken er soms vlagen op. Dat kan ik zien in het federale parlement. Er zijn vlagen van werklust en er zijn de communautaire vlagen. Ze zijn wel allebei heel zeldzaam. Bij de vlagen van werklust, dan gaan de N-VA'ers, pak nu Rob van de Velde, Christophe Dazen of Bart de Wever, bij vlagen van werklust gaan die snel in hun zetel zitten wachten tot het overgaat. Maar bij communautaire vlagen, die duiken zowaar nog minder op bij de N-VA'ers dan die vlagen van werklust. Die communautaire vragen die zie je slechts in 2 omstandigheden. Ofwel ver weg in het buitenland, als het gaat om Catalanen, Basken of Schotten. Ofwel ver weg in het verleden, bij een herdenking van Leuven-Vlaams. Maar vandaag in eigen land durven ze het woord onafhankelijkheid niet meer in de mond nemen. Theo Franke zei vorige week in de Franstalige pers dat een onafhankelijk Vlaanderen niet realistisch is. Ook voor Ben Weitz mag dat confederalisme een eindstation zijn. En daarmee trekken zij alle twee dapper ten strijde tegen artikel 1 van hun eigen partijstatuten. Maar ik dank zowel Franke als Weitz voor hun bochtenwerk, omdat het nu voor iedereen duidelijk is dat wij de enige onafhankelijkheidspartij zijn.
En opperhoofd de wever, die is uiteraard geen haar beter dan zijn acolyten. Die doet het streven van dat artikel 1, het onafhankelijkheidsstreven, gewoon af als chaos. Wel, hij zou dat woord beter niet gebruiken. Ik weet niet of hij naast Latijn, waar hij zo graag mee opschept, ook Grieks gehad heeft. Maar het woord chaos is afgeleid van het oud-Griekse woord chaein. En chaein betekent gapen. Omdat het voor de oude Grieken al duidelijk was dat een gapende mens enkel een mondholte, de leegte, het absolute niets laat zien. En laat dat nu net zijn wat de wever de Vlamingen heeft laten zien. Het absolute niets. Niet die Vlaamse onafhankelijkheid, maar de wever zelf is synoniem van het woord chaos. Geen enkele staatshervorming zal Vlaanderen de broodnodige bevoegdheden geven die het nodig heeft om een beleid op maat te kunnen voeren. Bij de opeenvolgende staatshervormingen strompelde het Vlaamse volk van vernedering naar uitverkoop. Kom dan ook niet af met stap voor stap strategieën en confederalistisch gezwets. Wij verzetten ons tegen het idee dat men België zo traag mogelijk moet uitkleden, om dan toch ergens te eindigen onder een confederale koepel. Net zoals je niet een klein beetje zwanger kan zijn, kan je ook niet een klein beetje onafhankelijk zijn. Voor ons geen institutionele bricolage, geen confederalistische tussenstations. Wij moeten af van dat Belgische regime. Het Belgische regime en de monarchie. Het België van de Société Générale, de politiek policienne, het cordon sanitaire en het colloque singulier. Niet toevallig allemaal onvertaalbare francofone begrippen. Samen met die verkiezingsfolders de stoof in. We moeten die harde schijf vol Belgische virussen gewoonweg wissen tot het alleen maar een kwade herinnering is. En vrienden, toen Karel Dillen op 8 juni 1996 zijn voorzittersfakkel doorgaf, zei hij in zijn afscheidsrede, en ik citeer, wij kunnen de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien, alhoewel wij de meest aangevallen partij in Vlaanderen zijn, waar tegen elke leugen, elke laster, elke smeerlapperij veroorloofd is. Einde citaat. Zijn woorden hebben vandaag nog niets aan actualiteit ingeboet. Integendeel, als alle peilingen goed zijn, dan steken ze meestal nog een tandje bij. Wel, wij zullen de komende week meer dan een tandje bijsteken. De actualiteit van de dag toont de juistheid en de waarde van ons programma aan. Het bochtenwerk dat nu al, nog voor het gesjacher om de postjes wordt opgevoerd, bewijst de blijvende noodzaak van onze partij. Wie voor ons stemt, stemt voor onkreukbaar bestuur, stemt voor lagere belastingen, stemt voor meer veiligheid, stemt voor netheid en leefbaarheid, stemt voor steden en gemeenten waar Vlamingen zich nog thuis voelen in hun eigen straat en wijk. Voor onze mensen wordt 14 oktober een dag van hoop en vastberadenheid. Wie echt verandering wil, die kiest voor de enige partij die voor en na de verkiezingen hetzelfde zegt. Die enige partij is de partij die van haar programma haar naam heeft gemaakt. Vlaams Belang. Ik dank u. APPLAUS